Goedendag, ik start met een mooie winterse foto en deze is niet dit jaar gemaakt, maar precies drie jaar geleden op 9 februari 2021, net nadat de sneeuwstorm Darcy was gepasseerd, hadden we te maken met een erg koude periode. We hadden bijna een officiële koude golf te pakken op 0,1 graad na en dat liet toch echt wel zien dat het toen nog koud was. Dit jaar hebben we daar tot nu toe nog niet echt mee te maken gehad en of we dat komende weken nog wel gaan krijgen, daar kom ik in deze 30-daagse uitgebreid op terug. Op dit moment hebben we in ieder geval met erg zacht weer te maken. Het GFS-weermodel laat dat ook mooi zien. We hebben te maken met een zuidwestelijke stroming. Lage druk ten westen van ons en hoge druk juist ten zuiden en zuidoosten van ons. En als ik de animatie aanzet, zien we dat dat komende tijd ook niet echt gaat veranderen. Lage drukgebieden blijven over onze omgeving trekken. Af en toe een uitloper van hoge druk, waardoor het ook iets stabieler is. Maar het is wel maar tijdelijk van aard. Want in de loop van komende week komen die regenzones steeds weer over ons land heen. Af en toe ook flink wat wind. En voorlopig is het dus ook geen winter weer in Nederland. Waar het wel winter is, is in Scandinavië. Daar zien we ook die paarse kleuren. De neerslag gaat daar over in sneeuw. En die kou is daar dus echt wel voorradig. En met een beetje geluk zou die kou misschien ook nog wel over ons land kunnen gaan uitstromen. Maar daar kom ik zo even op terug. Eerst even de setting voor de komende week. 12 tot 19 februari. Op het eerste gezicht helemaal niet zo'n hele slechte kaart. Als we naar de luchtdrukafwijking kijken: hoge druk in het noorden en lage druk ten zuiden. Maar die hoge druk kan net niet genoeg invloed uitoefenen op ons land. om de kou ook bij ons te krijgen. Lage druk is net wat te sterk, waardoor die westelijke stroming op gang komt. We hebben komende dagen af en toe wel te maken met aflandige winden. Dat betekent dat de wind vanaf het land komt, uit het zuidoosten of oosten. Maar die is echt te zwak. En zeker in de tweede helft van de komende week, dan gaat die wind weer naar het westen draaien en dan komt die zachte lucht echt weer over ons land heen. Ik denk dat we op de donderdag misschien wel richting de 15 graden gaan. Dat is echt wel anti-winters te noemen. Dat zien we ook goed terug in de temperatuurafwijking. In de plus bij ons, zo'n 1 tot 3 graden boven normaal. De kou is terug te vinden in het noorden van Europa, daar echt wel winterweer. En als ik dan even kijk naar de week daarna, zien we dat die kou voorlopig nog niet onze kant op kan komen. Lage druk die spreidt zich verder over onze omgeving uit. Met de daarbij behorende neerslag en die hogere temperaturen. Waarschijnlijk zitten we wel vaak rond die 10 graden. Mocht er wel een uitloper van hoge druk zijn, dan kan het best wel eens zijn dat er in de nacht een nachtvorst wordt gemeten. Maar echt winterweer, ja, daar spreken we dan echt niet van. Zien we ook goed terug weer in de temperatuurafwijking van 19 tot 26 februari. Opnieuw in de plus. Die kou, ja, die is echt helemaal niet heel ver weg. Die zit nog steeds in Scandinavië. Het is wel even goed om te vertellen dat in de weermodellen het best wel normaal is dat deze verschuivingen plaatsvinden. Vorige week stroomde die kou wel net over Nederland uit. en Nu ligt het zeg maar 1000 kilometer noordelijker. Het zou best wel kunnen als het weer 500 kilometer zuidelijker uitkomt dat wij daar net nog wat van meepakken. Maar in de meest huidige berekeningen zit dat niet in de verwachting. Voor de neerslag de week daarna zien we toch dat die lage druk nog steeds dominant blijft. Afwijkingen in de plus betekent dat het natter is dan normaal. Die paraplu zal je voorlopig dus ook echt nog wel nodig moeten hebben. En als ik dan nog ietsje verder kijk naar begin maart en doorkijk je. Dan is het wel interessant dat die negatieve afwijking nog steeds aanwezig blijft in Scandinavië. Mocht die hoge druk toch wat meer invloed gaan uitoefenen op onze omgeving, dan kan er wellicht wel een oostelijke stroming op gang gaan komen. Maar dan moet er wel echt hoogtekou aanwezig zijn. We zitten dan inmiddels begin maart. Dan moet het echt koud zijn, wil je aan de grond ook nog die kou kunnen halen. De zon wordt gewoon al erg sterk en we zitten niet meer echt in het winterseizoen. Dus dan moet er echt koude lucht mee komen om winter weer te krijgen. Dan pak ik nog even de weerregimes erbij om te laten zien welk weerregime er komende tijd dominant is. Dan zien we goed dat er volgende week een blokkingssignaal is. En dat blokkingssignaal zien we vooral terug boven het vasteland van Europa. Daar bouwt zich een stevig hoge drukgebied op. Maar lage druk is waarschijnlijk bij ons net de, te dominant. Waardoor bij ons dan die westelijke stroming op gang komt. Maar als er zo'n uitloper is van hoge druk. hebben we af en toe wat rustiger weer. met minder wind en vorst in de nachten. Kijken we daarna, dan ja, zien we echt geen eenduidig signaal. Misschien wel iets meer blokking dan normaal. En dat zou wel kunnen komen doordat die hoge drukgebieden boven Scandinavië net wat sterker worden. Wat mogelijk nog voor wat lichtwinters weer kan gaan zorgen. Samenvattend, eerst is het in ieder geval nog erg zacht. Zeker in het midden van de komende week gaan de temperaturen wel richting de 15 graden oplopen, met daarbij ook erg wisselvallig weer. Tegelijkertijd is het nog steeds wel erg koud in Scandinavië. En dat zijn nog wel de goede voortekenen voor als je van winter weer houdt. Want mocht die koud toch Nederland kunnen binnencijpelen, dan is hij in ieder geval wel voorradig. Kijken we naar een wat langere termijn, dan blijft lage druk invloed uitoefenen op ons weerbeeld. Wat betekent dat we regelmatig met veel wind te maken hebben, regenachtige perioden en vaak dus wel te zacht weer. Voorlopig is het dus slecht nieuws voor de winterliefhebbers. Maar we komen in de volgende 30-daagse weer terug, of dat misschien nog verandert. Tot de volgende keer.